Vind jij wat vroeger ziftemaker? Ziftemaker van wanmolens en dorsmolens. Ja, meneer Kamerbouw, alstublieft. Het moet toch al lang geleden zijn dat dat idee in u opkwam om van deze kleine boerenwoning een museum te maken, Phil? Zeker, meneer Kamerbouw, alstublieft. Het is zeker lang geleden van in 1939, hè. Stil ik eens aan begonnen, hè. En heb je dat gans alleen gedaan, Phil? Die verbouwing alleen gedaan? Ik heb dat gans alleen gedaan, meneer Kamerbouw, alstublieft. En die vreemdsoortige dingen, en die munten en al wat hier te zien is. Waar heb je dat vandaan gehaald, Phil? En zo met de kinderen en zo aangerokt en den grote mensen, den hebben we baar gekocht, hè, meneer Kamerbouw, alstublieft. Phil, wat denk jij over de volksmensen van hier, van deze streek hier nu? Ah, meneer Kamerbouw, alstublieft. Dat zijn precies nog dezelfde mensen gebleven, maar het zijn natuurlijk... Ze zijn ze ook niet als Pieter de Breugel, wel, van de 15 nu, hè. Maar dat zijn nog allemaal afkomelingen, hè. Maar ze hebben een kostuum aan. En hun kostuum is nu van de dag van vandaag. Toe, Phil, zing dan een keer een liedje, jongen. Een liedje van het museum. Er zijn er zo vele van op de wijze van het loze vistertje. Allee, Phil, jongen, zing een keer. Die eerste stroof, meneer Kamerbouw, alstublieft. Van het wijze loze vistertje. Deze stroof? Deze stroof, ja. Deze stroof. Goed. Het is zondags in de nacht en noen wanneer de zon schijnt, ja, schijnt. Dan trekken wij naar Mankeveld, oh dit hij ook nog bent, ja bent. Met zijn museum, met zijn museum, met zijn molen, met zijn molen. Met zijn munten en geweren en portretten, en met zijn lief klein klakskeun op. Met zijn munten en geweren en portretten, en met zijn lief klein klakskeun op. Phil, je bent een echte type geworden, man. Wil je nog van die typen eens zien? Ja, meneer Kamerbouw, alstublieft. Ik zal er even een keer opzommen en je zult ze dadelijk herkennen, man. Ah, goed. Je hebt hier eerst Kummel. Ah, aan de staat. Kummel, de dorpsfilosoof van Assen. Waar het? Dan heb je Schat. Schat, de smid, de oude smid. Die gekend was van zijn bandenbinden. Je kent dat wel, hè, Phil? Oh ja, van de wiel, ja, ja. En dan heb je boer Jean. Ah ja. Jean, de kranige boer uit Asbeek. Boer uit Asbeek. Kent u wel, hè? Ja. Dan heb je Jongen. Nee, ik bedoel Jokken. Jokken, van de, Jokken, van de schipper. Van de schipper, ja. Met zijn kolen. Met zijn kolen, ja, de typische kolenhandelaar, hè. Instrument. En dan heb je de Buil. Ah, door alle opkwekers die goed gekend. Hij gaat overal zo'n beetje opbellen, rapen en zelfs plukken. Je kent dat wel, hè? Ja, ja, ja. Om wat bij te verdienen. Hè? Zeker, meneer Kamerbouw, alstublieft. Dan heb je Fong van Tieris. Fong van Tieris, de man die gaat hazenvel en konijnenvel opkopen, je kent hem wel veel. Ja, 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 ja. En dan heb je Marok. Ah, Marok, die ja. Wat verder heeft gewoond. Ja. Die daar in een oude autobus in een weide heeft gewoond. Sint-Urenskapel. En dan zijn er nog zoveel, hè, Phil. Je kan ze opnoemen. De Wedde, de Booster, Pierapiet, Sjalekathuizer, Jet Fajansers, de Nolenkom. Ik zal er best van uitschijnen, hè, Phil, jongen. Het is veel, meneer Kamerbouw, alstublieft.